Hallo allemaal. Wij zijn van het Up Media Team. En wij maken voor deze ene keer tv. En daarom gaan we een paar mensen interviewen in het Rode Touwpark. Wat vinden jullie zo leuk aan deze speeltuin? Ik vind het grote grasveld met het voetbalveld vind ik hier heel leuk. Dat je heel veel ruimte hebt om te spelen en te voetballen. Nou, ik vind dat er heel veel ruimte is. Dat er leuke speelschommels zijn, glijbanen. Je hebt een leuke zandbak voor de wat kleinere kinderen. En je hebt een leuk parcours. Dat is gewoon heel erg gezellig, omdat het ook wel vol staat hier. Ik vind het ook wel leuk dat ze iets voor grote kinderen hebben en ook iets voor kleinere kinderen, zodat iedereen hier kan spelen. Dat je hier heel veel ruimte hebt en je kan hier voetballen, je kan hier tikkertjes spelen. Je kan hier eigenlijk wel van alles doen. Er is veel te doen en er zijn altijd wel kinderen waarmee je kan spelen. Ik vind het gewoon leuk om op de schommel te zitten en dat mijn broer me duwt. Wat vind je juist niet leuk aan deze speeltuin? Nou, er komen vaak best wel gemene kinderen en die plagen je dan of jagen je weg. Maar als ze komen, dan ga ik gewoon weg zodat ze niks gemeens kunnen zeggen of ik haal mijn ouders. Nou, ik vind, denk ik, dat er heel veel takken hier liggen waardoor je ook heel snel kan vallen. Wat gebeurt hier qua activiteit in deze speeltuin? Nou, elk jaar doen we een opruim en dan komt de hele buurt bij elkaar en gaan we alle vieze dingen en takjes en plastic spul weghalen en dan gaan we uiteindelijk met elkaar eten. Meestal in het park gaan wij feestjes vieren. We doen hier ook met oud en nieuw, doen heel veel mensen hier vuurwerk afsteken. En wat zouden jullie willen veranderen in deze speeltuin? Veranderen niet, maar ik zou eerder graag meer bankjes willen hebben. Ik zou het wel leuk vinden als hier nog meer schommels kwamen. Iets meer activiteiten, bouwen, werken voor wat oudere kinderen. Lijkt mij wel leuk. En misschien nog een glijbaan. Ik zou een klimrek willen hebben. Nou, misschien dat er bijvoorbeeld... het is hier ook een klein beetje kaal, bijvoorbeeld aan deze kant. Daar heb je niet heel veel dingen. En daar zouden ze misschien nog een paar dingen kunnen neerzetten. Maar is het dan niet leuk om daar lekker rond te rennen? Ja. Waarom zou je dan andere dingen daar willen? Omdat je daar dan bijvoorbeeld ook kan rennen. En wat vind jij van deze speeltuin? Ik vind die een beetje stil, maar ik vind het wel een leuke plek. Dus als ik kind zou zijn, zou ik hier wel graag spelen, denk ik. En het is ook fijn om ruimte te hebben om naar buiten te gaan. Hier heb je tenminste ruimte om te spelen.